Hey iedereen, Wesley hier. Leuk jullie kijken naar deze Goed Nieuws Wesley Review, waarin ik in deze webserie altijd mijn mening geef over de nieuwste muziekalbums, films, musicals en alles wat met kunst en cultuur te maken heeft, inclusief anime, series en videogames. En zoals je al een titel hebt kunnen lezen, ga ik dus een review doen op het tweede seizoen van Spy Family. De serie was eind vorig jaar nog te zien en net voor Kerstmis kwam dit seizoen aan zijn einde. Vandaar dat ik niet meteen na Kerstmis een video over kon maken, zo ook vanwege de omstandigheden. Maar ja, in ieder geval, maar weet je wat? Genoeg gekletst, laten we nu meteen beginnen met deze review van het tweede seizoen van Spy Family. Spy Family is een Japanse geanimeerde komische spionserie die draait rondom geheimagent Twilight, die onder zijn schuilnaam Lloyd Forger een schijnfamilie moet samenstellen om politicus tegen te houden die uit is op oorlog. Hiermee heeft hij een vrouw en een kind aan de haak geslagen voor de operatie. Alleen weten ze niet dat ieder familielid een geheimagent, een huurmoordenares en een telepathist respectievelijk zijn, die onderdeel zijn van een geheime operatie. Dit seizoen speelt zich direct af na de gebeurtenissen van het eerste seizoen van de serie en we zien hoe de familie, ondanks de trage vooruitgang van de operatie, dichter naar elkaar toe groeien en doen ieder van hun hart hun best om hun ware identiteit geheim te houden. Zal deze operatie, die bekend staat als Operatie Strix, een succes zijn? En kunnen de familieleden hun ware identiteit en intenties verborgen voor elkaar houden? Check de serie om daarachter te komen. Na het eerste seizoen was ik nogal teleurgesteld dat ik zo lang heb moeten wachten om Donovan Desmond, de grote slechterik van de serie en de politicus in kwestie die op oorlog uit is, te ontmoeten. En ik had ook verwacht dat we in dit tweede seizoen meer van hem zouden zien. Helaas bevat dit seizoen slechts 12 afleveringen en die duwen het verhaal helaas niet verder vooruit. En we worden afgeleid met andere avonturen die voor de rest niets toevoegen aan de serie en slecht dienen als filler. Puur om de kijkers en de fans van Spy Family bezig te houden. Wel zijn er een aantal afleveringen die zonder twijfel de beste afleveringen waren, waarin Yor, de huurmoordenares en de moeder van het gezin, de hoofdrol in speelt. Die zich afspelen op een luxe cruiseschip. Want zo waren ook nog eens situaties waarin de drie familieleden elkaars pad bijna gekruist hadden, waarin één of meerdere leden van de familie bijna hun ware identiteit onthuld hebben. Ook in diezelfde aflevering was ook sprake van een terroristische aanslag waarin Twilight, oftewel Lloyd, er alles aan doet om een bomaanslag te verijdelen. En hoewel die afleveringen fantastisch zijn, vooral op het cruiseschip, ze deden voor de rest niet veel voor het verhaal van de serie. En dat is natuurlijk ook heel erg jammer, want wat nou als bijvoorbeeld Donovan Desmond het grote brein achter deze hele operatie zat en ja, je weet maar nooit. Maar dat is helaas niet het geval. Lloyd alias Twilight is wel een tof personage, maar Yor is naar mijn mening het beste personage van dit seizoen en de serie van wat ik gezien heb. We zien haar uiteindelijk in actie als de huurmoordenares die een lijfwacht moet zijn voor een vrouw en kind die vluchten voor een groep huurlingen die hun willen doden. En Yor is een regelrechte badass die haar vijanden stuk voor stuk weet te verslaan zonder over te komen als een zogenaamde Mary Sue. Hoewel dit personage een grote favoriet is onder fans en ook nog eens heel erg populair is, ik ben zelf niet heel erg te spreken over Anya. Zij is lief en schattig, maar dat is alles wat ik eruit kan krijgen uit de serie. Voor de rest maakt zij als personage weinig tot geen groei of ontwikkeling door, aangezien zij nog steeds slecht presteert op haar school en kan zij nog steeds een idioot zijn. Ook al is het telepathisch begaafd, ook al is het leuk of grappig en zo, weet je, dat deed het niet voor mij. Er zijn ook een aantal bijpersonages die zo hier en daar nog voorkomen in dit seizoen, maar die wisten mijn aandacht niet vast te houden. Zelfs Yor's broertje, Yuri, kwam er ook weinig voor, terwijl hij een obstakel kan zijn voor Lloyd's missie en wordt hij eerder als een grappig personage neergezet dan als een serieuze antagonist. Ik vind dat hij niet op de juiste manier wordt neergezet of zo in de serie. De stemacteurs doen het prima, maar het is niet zo dat ik door hun optredens omver word geblazen. Wel weet het optreden van Saori Hayami, die de stemrol heeft voor Yor Forger, geweldig en iconisch te zijn. Die ook nog eens een overtuigend optreden weet te leveren wanneer haar personage een moederlijke en zorgelijke kant opgaat in een van de afleveringen waarin Yor een vrouw en kind moet beschermen. En dat maakt het optreden van Saori Hayami ook zo geweldig. De animatie ziet er leuk uit en dat geldt ook voor de ontwerpen van de verschillende personages die in dit seizoen te zien zijn. Zonder twijfel heeft Yor, naar mijn mening, het beste design van alle personages. En dat is ook precies de reden waarom ik dat beeldje daarachter heb van Yor. Kijk dan, dit is Yor. Ziet er echt niet prachtig uit. Dit is gewoon een mooi ontwerp. Die jurk staat ook echt prachtig. Gewoon een prachtig personage door het algemeen. Geweldig. Echt waar. Zij is een badass huurmoordenares die sterk en lenig is door er ook vrouwelijk en elegant eruit te zien. En kijk, een vrouwelijk personage hoeft haar schoonheid en vrouwelijkheid niet op te offeren om een sterk vrouwelijk personage te zijn. Laten we het zo zeggen. Een vrouwelijk personage hoeft niet per se een kort kapsel te hebben, zich jongensachtig of mannelijk te kleden, super gespierd te zijn, die ook nog eens steroïdes gebruikt, dominant of assertief over te komen of een laag stem te hebben om een sterk vrouwelijk personage te zijn.
Overwatch 2, Mortal Kombat 1, She-Hulk Attorney at Law, Velma, Tila en Evelyn van Masters of the Universe Revelations. Sorry, ik had iets in mijn keel zitten, moest eruit. Maar een van de mooiste momenten van de show was de vuurwerkshow die te zien was in een van de afleveringen die zich op het cruiseschip plaatsvinden. Hoewel ik niet al te veel gelet heb op de achtergrondmuziek van de serie, ik moet wel zeggen dat dit seizoen een beter intronummer heeft uitgekozen en dat liedje heet Kura Kura, wat duizeligheid betekent, van de Japanse zangeres Ado. Het is wel een schattig en vrolijk nummer, maar het heeft wel een heerlijk tempo en de zangeres geeft een geweldige zangoptreden af. Het outro-nummer Todonome no Ichigeki, wat genadeklap betekent, is eerder een rustig maar groovy soul-nummer. Het is niet verkeerd, maar ik wil niet echt passen bij de serie. Ik had bepaalde verwachtingen voor dit seizoen van Spy Family. Maar in plaats van dat ze verder gaan met wat ze opgebouwd hebben in het vorige seizoen, zoals de ontmoeting met Donovan Desmond en dat Anya beter haar best doet op school, zodat Lloyd dichterbij kan komen bij zijn doelwit, laat de serie ons opnieuw in de kou staan en geeft ons iets wat totaal niet belangrijk is. Oftewel, de makers van deze serie laten ons heel erg enorm blueballen, om het zo te noemen. Hierdoor voelt dit seizoen van de serie als een enorme verspilling van je tijd en ook nog eens als een enorme teleurstelling. Ik vind zelf dat Wit Studios en Cloverworks, de animatiestudio's die verantwoordelijk is voor de animatie van deze serie, zich meer moeten focussen op een duidelijke verhaallijn waarin ze naartoe kunnen werken. Want ze gaat alle kanten op zonder dat het echt werkt. En ik vind ook dat de fans van de serie zich moeten uitspreken naar deze studio's, want zij verdienen veel beter dan dit, naar mijn mening. En dan bedoel ik ook echt veel beter dan dit. Voor mijn part kun je dit seizoen van Spy Family overslaan en gewoon wachten totdat er echt iets komt wat wel de moeite waard is om naar te kijken. Maar seizoen 2 van Spy Family, nee, dat is niet de moeite waard. Helaas niet. Ook al heb ik een mooi beeldje van Your Forge achter me. Seizoen 2 van Spy Family krijgt erom van mij een 4-. Nou, dat was mijn review van seizoen 2 van Spy Family. Hebben jullie dit seizoen al gezien? Vind je het een geweldig seizoen of geen geweldig seizoen? En waarom? Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. En misschien kan ik er zelf nog iets van opsteken. En ik zie jullie de volgende keer weer terug in een gloednieuwe video van mij. Oké? Doei doei!